Rijk, regio en bedrijfsleven in Brabant gaan de komende 3 jaar intensief samenwerken aan het terugdringen van de files. Met een pakket aan innovatieve maatregelen zullen de belangrijkste knelpunten in de regio worden aangepakt. De provincie Noord-Brabant, samenwerkingsverband Regio Eindhoven, gemeente, Rijk en bedrijfsleven hebben als doelstelling de maatregelen uiterlijk in 2014 te realiseren door middel van het programma Beter Benutten Brabant. Dit maakt onderdeel uit van het landelijke programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Beter Benutten staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien. Tegelijkertijd betekent dit winst voor de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de regio. Het Rijk investeert zo'n 40 miljoen euro in het terugdringen van de files en verbetering van de doorstroming in Brabant. De regionale overheden en het bedrijfsleven dragen zelf ruim 30 miljoen euro bij. In totaal gaat het om een maatregelenpakket van circa 70 miljoen euro. Brabant zet 5 soorten maatregelen in. De eerste zijn aanpassingen aan de infrastructuur, zoals de verbetering van aansluitingen en de bouw van turborotondes. Ruim 15 miljoen euro is gereserveerd voor de reconstructie van de Kempenbaan bij Veldhoven. Een grootschalig project waarin onder meer een groene golf wordt gerealiseerd. En de Kempenbaan, dat is een onderdeel van de Brainport Avenue. Hier moet het gebeuren voor de economie van Brabant, van Nederland in de komende jaren. Nou, op dit bedrijventerrein zitten prachtige bedrijven, zoals ASML. Maar wat hier ook zit, dat is het Maxima Medisch Centrum. En daar komt een grote campus wordt er omheen gebouwd. En ja, veel meer verkeer dus. En ja, dan veel meer verkeer. Ja, de ruimte, zoals je kunt zien, de ruimte is nu al aardig opgevuld. Dus er moet wat gedotterd worden. En dat gaan we dus doen de komende jaren. Jullie gaan grote investeringen doen. Verwachten jullie daar ook iets voor terug? Ja, wij verwachten forse verbeteringen van de doorstroming. Maar ja, als je bedoelt van wat verwacht je terug van de bedrijven. Ja, we verwachten ook een inspanning van de bedrijven. Want al dat verkeer blijven faciliteren. Als we met z'n allen in de spits gaan rijden. Ja, en met de auto, dat gaat niet. Dus we vragen ook wat van die bedrijven. Help je medewerkers om na te denken over alternatieven. Buiten de spits rijden, telewerken. Maar ook gebruik maken van het openbaar vervoer en meer fietsen. En daar zijn mooie voorbeelden van. Mobiliteitsmanagement noemen we dat. En bedrijven moeten daar gewoon kunnen en moeten daar een mooie bijdrage aan leveren. Brabant zet daarnaast sterk in op innovatieve technologie in de auto. Zogenoemde intelligente transportsystemen. Dit gebeurt op het traject A58 Tilburg-Eindhoven en in de centrumring van Eindhoven. De files moeten verminderd worden. Hoe gaat het eruit zien? Nou, het liefst zouden we natuurlijk gewoon aan de weg gaan werken hier. Maar in 2014 willen we al die resultaten zien op de weg. En ja, bouwen dat kost gewoon meer tijd en kost meer geld dan we hebben. En wat kunnen we snel doen? Ja, dat is gewoon met slimme dingen aan de gang. Dat hoort hier ook al bij deze regio. De slimste regio van de wereld. We hebben hier de Automotive Campus met prachtige bedrijven. We hebben hier bedrijven als NXP en TomTom. Allemaal kunnen ze een bijdrage leveren. Hier op de A58. Wat hier het probleem is. Ja, dat is eigenlijk niet op één plek. Het zijn verschillende plaatsen. Maar het mooie van die A58 is dat er heel veel verkeer op zit. Wat van Tilburg naar Eindhoven rijdt, dat hele stuk. Weinig mensen die erop en eraf gaan. En een van de dingen die we hier willen doen, dat is het spitsmijden. En dan gaan we mensen dus kijken van nou, welke mensen zien we op de weg in Tilburg en in Eindhoven. Die mensen gaan we selecteren en die gaan we een aanbod doen. En die gaan we zeggen van je krijgt de informatie wanneer je het beste kunt reizen. Misschien krijg je nog een kleine financiële beloning als je buiten de spits gaat rijden. En dan kijken we of we daarmee het effect kunnen bereiken dat hier ook minder files zijn. Om het fietsen te stimuleren worden elektrische fietsen ingezet en een fietspad aangelegd langs de N69 tussen Eindhoven en Valkenswaard. Belangrijk zijn verder de verkeersmanagementmaatregelen. Hiermee wordt het verkeer zo vlot mogelijk langs en door de steden geleid. Dit kan bijvoorbeeld met groene golven en dynamische parkeerrouteverwijssystemen. De vijfde maatregel is het verknopen van netwerken om de beschikbare wegen, spoorwegen en vaarwegen optimaal te benutten. Om bijvoorbeeld mensen uit de auto en op de fiets te krijgen, wordt het gebruik van de fiets in combinatie met de trein gestimuleerd. Zo worden de fietsenstallingen op en rond het treinstation in Breda uitgebreid.
Alle maatregelen binnen het programma Beter Benutten Brabant worden in 2012 tot en met 2014 uitgevoerd. Deze werkzaamheden kunnen hinder en vertraging opleveren. Ga voorbereid op weg en abonneer u op de gratis waarschuwingsservice via e-mail of sms. Aanmelden kan via de website haalmeeruitdeweg.nl.